Welkom in het Nationaal Tabaksmuseum. Dit jaar gaan we voor het regioproject 50 jaar E17. We zochten en we kozen om samen te werken met Evermeulen. Evermeulen die al meer dan 50 jaar aan de slag is als tekenaar. Hij heeft heel lange tijd en werkt nog altijd voor Humo. En hij gebruikt heel veel wagens, architectuur en ook heel veel rookobjecten. Zo konden we de blend vinden tussen 50 jaar E17 en ons museum, het Nationaal Tabaksmuseum. Het thema van de tentoonstelling met Evermeulen is smokeability. Een samengaan van mobiliteit en rook, smoke. Hierachter het gordijn vind je vooral tekeningen die te maken hebben met mobiliteit en met rookobjecten. Centraal in de zaal vind je een prachtig ontwerp die Ever ooit gemaakt heeft van een wagen, een Nizjov. Onze diensten hebben die wagen één op één nagemaakt. Naast rook en mobiliteit maken we nog kennis met twee andere passies van Evermeulen. We hebben het dan over Humo, waar hij jarenlang werkte, en muziek. Je vindt er covers van onder meer Remo van het Groenewoud, van De Nieuwe Snaar en van Telex. De eerste single, denk ik, waarbij het gevraagd werd aan hem, was de Cha Cha Cha. Daar heeft hij een prachttekening bij gemaakt en in het vervolg daarvan heb ik regelmatig aan hem gedacht en ook regelmatig iets gevraagd. En altijd blij geweest met het resultaat. Ik heb ook geleerd dat ik hem tijd moest geven, want daar staat hij op, dat hij tijd moet krijgen. Maar ik las net zijn methode van werken, dat hij eigenlijk niet weet waar hij aan begint. En dat hij blijkbaar al spelend, kunnen zeggen, en al tekenend, tot het resultaat komt. En dan begrijp ik ook dat je tijd wilt, omdat je niet concepten bedenkt terwijl je in je bed ligt, zal ik maar zeggen. Yeah. Ik vind het museum hier in Wervik, het Tabaksmuseum, schitterend. Het is echt mooi. En wat ze gedaan hebben met mijn werk is nog beter eigenlijk. En vooral, ze hebben een prachtige constructie gemaakt met van de Nizjov. Dat is een auto die ik ontworpen heb een paar jaar geleden, van 2010. Dus ze hebben die gewoon in echt gemaakt. Dus je kunt je niet voorstellen wat dat is. Ik zie die nu pas voor het eerst in drie dimensies bedoel ik. De tentoonstelling loopt tot 5 november. Niet alleen voor de Humo-lezers is de tentoonstelling interessant, maar zeker ook voor kinderen en jongvolwassenen. Je ziet er heel wat kleur, je ziet er heel wat figuren tevoorschijn komen. We willen ook al zeker aankondigen dat in de week van de herfstvakantie er een lichtwandeling georganiseerd wordt met Evermeulen. Op verschillende plaatsen in de stad zal je tekeningen in beweging zien van Evermeulen.